mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Maxime en vandaag is het tijd voor een nieuwe Formule 1 2020 pre-season video. In deze serie zijn we al vooraf een beetje aan het kijken hoe het seizoen eventueel kan gaan. En dat doen we in de Grand Prix mode. We zijn de eerste 8 races van dit seizoen aan het doen op F1 2019. En de volgende race is Hongarije. Momenteel staan wij derde in het klassement. Mercedes is wel sterk. En Albon die heeft een beetje pech gehad. Dus ik hoop dat het nog goed komt voor Red Bull als constructeur. En voor Max om misschien tweede of misschien wel eerste te worden, maar dat zullen we wel zien in deze series. Vind je dit nou een leuk video idee? Smash dan vooral op dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer als je nieuw bent en vergeet niet het belletje aan te doen, zodat je niks mist. En ik zag dat veel mensen van jullie dit een superleuk idee vonden en dat jullie het zelf ook gaan doen. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk om te zien. Laat vooral weten hoeveel punten jij dan nu hebt met Max Verstappen en waar jij staat als constructeur. Het is tijd voor de kwalificatie, dus we gaan 3 rondjes doen. En laten we nu met het eerste setje banden dan naar buiten gaan om onze eerste tijd neer te zetten. There we go. Eerste ronde, eerste kansen. Hoi, deze gaat helemaal verkeerd. Dan kunnen we dadelijk eventjes verbeteren. En 1 seconde achter Hamilton. Kijken of we die fouten eruit kunnen halen. Moet wel, want dat was niet al te best. Nou, dit is niet echt het rondje waarnaar ik op zoek was. 1,3 seconden moet ik sneller. Oh man. De laatste kwalificatieronde. Alles of niets. Nou, halve seconde. Net voor Albon, maar een seconde of pace. Doe normaal gek. Nou hebben we Lewis en Bottas. Die zijn enorm snel. Vettel gaat er ook weer achteraan, maar Leclerc haalt ook de pace niet. Albon heeft mij nog zelfs ingehaald. Jongen, jongen, jongen. Wat een dramatische kwalificatie. Nou, we gaan 5 rondjes op de soft en dan 13 op de medium. Oké, daar gaan we. Focus. Gaan. We hebben een betere start dan Albon. We gaan ook al meteen achter Vettel aan hier. Eens even kijken. Ik wil voor Albon blijven. Even kijken, hij blijft toch wel achter ons. Hoop ik. Hij zit wel een beetje naast ons, maar misschien kunnen we hier agressief Leclerc pakken. Nee, we blijven hier nog even achter. Misschien is mijn race pace wel goed genoeg om ze bij te kunnen houden en naar het podium te rijden. Maar die Mercedes zijn gewoon te snel. Nou, geef me eens wat slipstream. Albon komt dan meteen hier voorbij. Nee! Ik heb toch gewoon een goede setup en alles, jongens. Hoe kan dit? Het is echt, het is nu al de tweede keer op Hongarije. Of het is gewoon niet mijn track. Of ze hebben de AI veel te snel gemaakt hier. Of mijn setup klopt gewoon niet. Het kan allemaal dingen zijn, maar de snelheid zit er niet in. Maar gelukkig ben ik niet de echte Max Verstappen. En kan die wel goed rijden op dit circuit. En is Red Bull hier normaal best wel sterk. Maar ja, het blijft de game. En niet alles klopt helemaal met de realiteit. Maar we doen ons best. Oh, gele vlag. What's happening? Ik zie rook, ik zie rook, ik zie rook. Een ploffende Ferrari. Ja hoor. Later Vettel. Virtual safety car. Maintain the positive delta. Ja. Oké, en de virtual safety car is geëindigd. We hebben er niet iets van kunnen winnen of van verloren. Jawel, we hebben tijd verloren naar voren. Ja, we gaan nu pitten. Ik ben benieuwd wie er nog meer gaat pitten. Maar volgens mij blijft iedereen buiten. Dus laten we snel het circuit nieuwe bandjes erop zetten. En dan hopelijk wat slipstream en DRS hebben van de achterblijvers. En hopelijk niet opgehouden worden. Maar ik denk dat de rest de volgende ronde gaat pitten. Kijk eens wat een drukke pitstraat. Maar nog geen top 3 volgens mij. Hamilton voor ons die zit op de medium nu. Dus we hebben dezelfde strategie. Alleen hij is een rondje later gaan pitten. En Albon is nu in de pits, dus ik ben heel erg benieuwd waar hij terecht komt. En of wij tijd hebben verloren.
of gewonnen met de pitstop. Ik denk dat we wel eens tijd hebben kunnen winnen. Maar ik weet niet hoe druk het nu in de pitstraat is. Oh, wat een drukte. Maar nee, het is niet goed genoeg. Ze zit gewoon weer voor me hier. Maar waar is Bottas? Ah, die zit ook gewoon nog voor ons. Dan rijd ik nog steeds volgens mij op de vijfde plek. Ik kom wel dichter bij Albon. En bij Leclerc. Dus als ik dadelijk gewoon een DRS heb, dan verandert de boel wel. En we hebben DRS. Hij heeft ook DRS, dus we kunnen nu even de Ferrari onder druk zetten. Ik ben ook een beetje op mijn DRS aan het letten, maar we lopen prima in. Dus ik hoop echt dat we nog dat podium kunnen halen. We hebben weer DRS. Op die lange rechte stuk is het gewoon bijna niet te doen. We houden hem nu net bij, maar we moeten helemaal op rich en high. Maar zo lopen we wel steeds een beetje in. En dan kunnen we ze bijhouden en hopelijk dadelijk gewoon samen Ferrari aanvallen. Jongen, jongen, jongen. Oh, hij blokkeert. Ik blokkeerde ook. Volgens mij loopt Leclerc ook best in op de Mercedes, hè? Dus dat is wel goed. En wij lopen volgens mij ook wel een beetje in op Leclerc, maar niet genoeg. Maar we hebben dadelijk nog kansen. We zijn nog niet aan het aanvallen. Ik zit op de hele bij Albon, maar deze bocht doen we dan niet goed. We hebben wel DRS. Ik ga hem gewoon even op overtake zetten. Ik wil er even langs. Maar eigenlijk wil ik er helemaal niet langs. Nu ben ik lekker mijn ERS en alles aan het sparen. En dat zal nu wat moeilijker gaan allemaal. Maar misschien zijn we wel sneller. En dan kunnen we die battle aangaan. Ah, scheisse. Voor het podium. Catching the car ahead. Dat is wat ik wil horen. Terwijl ik mezelf even blokkeer. 2,3 seconden zitten we achter Leclerc nu. En die zit best wel dicht bij Hamilton en Bottas. Maar we hebben nog 2 rondjes. Dat wordt echt een seconde per rondje moet het zijn. Kom op. Knallen, 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 knallen. We zitten nu 1,7 seconden. Ja, dat is niet genoeg. En we zitten echt wel met de fuel en de ERS een beetje te struggelen. Als we binnen die DRS kunnen komen. Maybe. Ik wil het podium zo graag, joh. We hadden al een slechte quali, waardoor we echt veel achter stonden. Dan is die vierde plek al netjes, maar het podium is nu wel erg dichtbij. 1,6 seconden. Oh, jongen, jongen, jongen. En deze ronde is nog niet eens afgelopen. Dan gaan we de laatste ronde in, jongens. We ruiken het podium. Maar we staan er niet op. Oh, wat zonde. Ja, 1,6 seconden ga ik niet dichtrijden in één rondje. Ook al heb ik mijn fuel op het hoogste, mijn ERS op het hoogste. Nee, niks mix 2. Ik ga gewoon eventjes proberen om nog iets te doen hier. Misschien heeft Leclerc te veel fuel gebruikt. You never know. Kom op, alsjeblieft, man. Hoe dichtbij zitten we? 1 seconde. Nee. Geeft hij een penalty? Zal ook wel niet, hè? Please. Alsjeblieft. Nee. Oh my god. Sad. Sad. Vierde plek. Nou, Mercedes weer 1-2. Ik hoop niet dat het seizoen echt zo gaat worden. Laat vooral weten wat jij denkt in de reacties. En Leclerc derde. Albon kon hem even bijhouden in het begin. En ik kon hem aan het einde inlopen. Maar net niet genoeg. Jammer genoeg. Lewis Hamilton die staat er eerst in het kampioenschap. 1 puntje voor Bottas. En wij staan 20 punten. Daarachter. En Constructors, 60 punten achter Mercedes. Ik ga mijn best doen, maar deze race was erg pittig. Vond je het nou wel een leuke video? Smash vooral op dat blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer en zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later!